Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Scheidsrechter voor de eerste keer gefloten deze wedstrijd, scheidsrechter Hens Huis. Lange bal van de Roald de Vries richting Daniel van Warven. Goed daar, Daniel van Werven, goed opgelet. Geeft de bal aan Oktay Oster. Gaat een kans krijgen. Gaat hij een kans krijgen? Hij schiet de 1-0 binnen. En dat is al heel snel. Oktay Osterk. Goed storen was van Daniel van Warven. Oliver Pilon zag Oktay Osterk. Er zit heel veel ontlading in deze goal bij Oktay Osterk. Kort genomen. Gaat nu die voorzet komen. Dat is het zuurtje trekken doen. En op Paul Epping een ton. Een hele goede redding van Paul Epping. Daar had Lisse zomaar naar zij kunnen komen. Komt die vrije trap. Paul Epping moet die bal hebben. Is met twee vuisten. Goed op de Oktay Osterk valt die bal. Dan gaat Daniel van Warven die hoek in. Heel snel. De keeper twijfelt. Daniel van Warven, Pilon moet slim lopen nu. Olli! Oh. Komt die bal. Bij de eerste paal. Gevaarlijk hoor. Heel gevaarlijk. Lars Dekker. Daar gaat hij hoor. Die Klooster. Milton Klooster. Die gaat naar de buitenkant. Gaat op Paul Epping af. Geeft die bal. Dit is dan ook geen terugspeelbal. Publiek reageert daar heftig op. Scheidsrechter wuift hem weg. Snel gegeven richting Klooster weer. Kan die bal aannemen. Gaat heel makkelijk voorbij. Nee, gaat in de mengel. Scheidsrechter wuift dit weg. Publiek niet mee eens. Daniel van Warven. Daniel van Warven. Oliver Pilon niet. Dit is wel opstootje. Want het leek een scheidsrechtersbal. En Christian van Hussen speelt gewoon Daniel van Warven in. Wel een beetje een apart moment. En de ploeg van Lisse is daar zeer verbolgen boos over. En reageert dat ook af op Van Hussen. Hoekschop Boyd Stevens. Komt die bal? Waar is die bal? Waar is de bal? Ja hoor, daar ligt hij in de goal. En de scheidsrechter wordt... Keeper Paul Epping zegt dat hij aangevallen wordt in de 5 meter. Maar scheidsrechter wil daar niks van weten. Het is hier 1-1. Doelpunten maken weet ik niet. Horen we zo meteen wel. Lisse komt langs zij. 1-1. Siali gaat schieten. Half metertje voor de goal langs bij Paul Epping. Gaat schieten. Zo, gaat net over de goal. Schot was van Siali. Daniel van Warven. Komt die bal achter bij Osterk. Beste redding van Erik Cummins. Ja, die is er voorbij. Goed hoor. Zegt noemt het dan een voordeel. Rodi van de Putten. Kruist toch voorlangs. Gaat hij... Laat die bal stuiteren. Gaat nog een kans komen. Schiet net over de goal. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.